7 kinderen van basisschool Noer mochten maandagochtend stage lopen bij burgemeester Rombouts. Dat het bedrijf iets van iets gaat. Ja, dat er dus meer mensen naar de winkels komen, dat is goed voor de economie. En dat is goed dat het geld blijft rollen, want meneer die spijkerbroeken verkoopt, die gaat weer naar de bakker. Ik heb geprobeerd hier in de setting van de gemeenteraad, weet je, de vergadering van de gemeenteraad na te spelen met ze. Een sportveldje bij hun scholen aanleggen, een winkelcentrum in hun stad, in hun wijk realiseren. En ze hebben allerlei vragen kunnen stellen. Deze stage vormt de officiële start van Jink Brabant, een organisatie die kinderen uit achterstandswijken op weg helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt. Jink verzorgt enerzijds beroepsoriëntatie, heel praktisch op de werkvloer, en anderzijds brengen we vaardigheden bij die de leerlingen nodig hebben voor werk. Hoe solliciteer ik? Hoe zorg ik dat ik een baan krijg? Hoe zorg ik volgens dat ik die baan hou? Welke vaardigheden heb ik nodig op de werkvloer? Zeker voor kinderen uit achterstandswijken is het van groot belang dat hier aandacht aan besteed wordt. Deze jongeren hebben vaak minder rolmodellen, dus die kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken. En dat werkt vaak het beste door gewoon te zien wat er ze nou allemaal te koop. Wat voor beroepen zijn er allemaal? Wat voor mogelijkheden heb ik allemaal? Want deze leerlingen hebben net als alle andere kinderen allerlei mogelijkheden. En wat moet ik daar vervolgens dan voor doen? De start van Jink Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door Rico en Van Landschot. Zij leveren niet alleen een financiële bijdrage, maar zetten ook hun medewerkers actief in bij dit project. Wij kunnen dat nooit als organisatie alleen. Wij kunnen dat alleen maar doen als mensen die zelf in dat beroep zitten, als rolmodel optreden, als voorbeeld. Door zelf die kinderen op de werkvloer te ontvangen of door zelf een training te geven op een school. Door kinderen op deze manier kennis te laten maken met de verschillende beroepsmogelijkheden, kunnen zij beter een studiekeuze maken en is er minder kans op schooluitval. Voor de leerlingen van basisschool Noer was het een spannende, maar vooral leerzame ochtend. Interessant. Leuk. Ja. Burgemeester Rombouts legde de leerlingen uit dat het vooral belangrijk is gelukkig te zijn met wat je doet. Ik heb ze voorgehouden dat als je in je beroep gelukkig wilt worden, je moet zorgen dat je de 3 V's... van zeg maar VVV voor elkaar hebt. En dat is vrijheid, verbondenheid en voldoening. En de kinderen hebben er zeker wat van opgestoken, want burgemeester word je niet zomaar. Je moet 25 jaar zijn en je moet een Nederlander zijn. En je moet niet een dief zijn of een strafblad hebben. Rombouts wist zelf al vroeg wat hij wilde worden. Ik ben bijvoorbeeld opgegroeid als zoon van een gemeenteambtenaar. Mocht regelmatig op het gemeentehuis komen en de droom van burgemeester worden is dan niet ver meer weg. Zou je nou later ook zelf burgemeester willen worden? Nee, dan niet. Nee. En waarom niet? Ja, omdat ik vind het niet leuk. Als je rustig slaapt in je warme bed en dan word je gebeld om op te staan, dat is toch niet leuk. Dinsdag is het de beurt aan Rico en Van Landschot. Wie weet is er meer interesse om CEO van een bedrijf of bankdirecteur te worden.